just tell us about the situation in Tripoli, because there have been clashes. Tell us about what happens there. There was a peaceful protesting going on. Former President Ali Abdullah Saleh has left the country. Zo'n massa, die kan je niet eindeloos negeren. Nee. Het voelt ineens gewoon geen genoegen mee. Dus dan denk ik, dan kan ik niet tot september blijven. Ik denk dat er een soort schijntribunaal komt.